Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Nou, mijn naam is Rubik Zwaanvlogger. Ik ben lekker een wandeling aan het maken in de natuur. Dus vind je deze natuurwandeling video leuk, doe zeker hem daarna omhoog. Nou, het is namelijk zo, ik heb een reden waarom ik de natuur inga. Even kijken of er al meer lente dingen zijn dan of het al narcissen zijn, ik weet het niet zeker. Maar anders maak ik gewoon een lekker zonnig wandelingetje op Groeneveld. Heerlijk. Het is ook lekker weer daarvoor. Dus ik heb even lekker een frisse neus gehaald. In plaats van alleen maar op mijn editplek te zitten en een keer te fietsen. Maar ik ga nu een andere weg op. Dus ik ben nu lekker aan het wandelen. Heeft de natuur in op de zondag. Ik hoef niet altijd per se iets te doen. Dus ik neem jullie mee. Dus ik spreek jullie zo bij de achtercamera. Tot zo! Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik loop lekker door de natuur heen. En ik heb er super veel zin in om door de natuur heen te lopen. En omdat het lekker weer is. En ik moest even naar buiten, want goede voornemers ook. Dus dat ga ik ook nu even lekker doen. Dus ik ga nu richting Groeneveld. Tot straks. Dit is het park. En ik loop nu langs het water ongeveer. En hier spelen honden of iets anders leuks of iets anders te doen. Maar dit is geen water om in de zomer in te zwemmen. Dat is niet echt handig. Dus, maar het is hier wat een mooi uitzicht. Je hebt zelfs weilanden hier. Er lopen veel honden. En ik vind het hartstikke leuk om te wandelen. En omdat het al een tijd geleden is. En jongens, als je hier altijd komt, moet je altijd wel een beetje opletten op je hond. Dus ja, het ziet er super mooi uit. Ik ga kijken of ik nog meer beeldmateriaal voor jullie op kan nemen. Ik geniet hier zo van. Dus is iets een keer iets anders dan op mijn editplek zitten. Duimpie! Ik sta nu op een stukje waar ik net vandaan kwam. En dit is gewoon een beetje een schelppad. Hier heb ik een keer eerder wat gedaan. En kijk wat een mooi uitzicht op het water. Ik word er zelf wel heel rustig van. En het geeft ook een mooi effect. Ja, nu niet, omdat er geen sneeuw ligt. Maar ik loop hier gewoon lekker af en toe een beetje rond. En dat is het. En mooi uitzicht. Ik word er rustig van. Ik zal hier ook onder een meditatiemuziekje plakken. Tot straks. Welkom nog bij een stukje video. Nou, er staat hier een paddenstoel. En jullie weten wel wat erop staat. Ik weet het zelf wel. Er staat een lekker bakje koffie. Ja, volgens mij. Ja, er staat een lekker bakje koffie. Dus hier hier op het gazon kan je bakjes drinken. Ziet er super mooi uit. En het is ook super mooi bedacht. De kunstenaar die het bedacht heeft, heel goed gedaan. Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ben nu aan het wandelen. En ik wil voor jullie even aan jullie wat vragen. Weten jullie nog een leuke gratis wandel-app voor het wandelen die ik op mijn telefoon kan zetten? Laat het even in de comments weten. Als de reacties ingeschakeld zijn, kan je het doen. Als reacties uitgeschakeld, tag me even in een berichtje in een DM op Instagram. Dat is de Bix Fanvlogger. En ik ben lekker alweer een stuk aan het wandelen. Oh jongens, wat gaat het dan snel. En ik ben ook meer van plan om lekker te gaan wandelen en jullie mee te nemen. Helaas is Hoeverhaven zijn dicht op zondag en maandag. Dus nu ga ik lekker nog een klein stukje doorlopen. En dan ga ik zo weer lekker terug naar huis. Dit is een wandelvideo en ook nog gelijk een zondagmiddagvideo. Want ik ga eens even een keer kijken of ik wat langere vlogs voor jullie kan maken. Dus een wandel- en zondagmiddagvideo. Dus ik plak hier nog een zondagmiddagvideo tegenaan. Nu loop ik lekker even door over paadjes en hommeltjes. Dus ik spreek jullie straks weer. Tot straks. Hallo allemaal. Nou, ik zit even lekker op een bankie. Even lekker uitrusten. En het is zo'n heerlijke zondag wandelvideo. Maar hierna komt ook nog een video erachteraan. Ik wil deze keer 20 minuten video maken. Dus dat ben ik proberen om aan te doen. Dus ik ga jullie ook straks laten zien wat er... Wat ik allemaal doe op de zondagavond, een soort werkroutine, laat ik jullie ook even zien in deze video. En ik zit hier op een bankje en de uitzicht is toch prachtig mooi. Dus dat laat ik jullie nu even zien. Ik spreek jullie zo
bij de achtercamera. Tot zo! Hallo allemaal, super tof dat jullie nog even kijken. Nou, ik ben net terug van het wandelen en ik heb wat gedronken, wat dingen gedaan, zeg maar. Nu laat ik jullie even zien wat ik heb gekocht dit weekend. En dit is een aansluitend video met de wandelvideo, dus dan duurt het wel wat langer. Maar goed, het komt goed. Ik wil jullie nu laten zien wat ik gekocht heb en waar ik erg trots op ben. En waar papa mij daadwerkelijk mee heeft geholpen. Dus bedankt pap voor deze ding. Ik ga jullie het laten zien nu, dus ik spreek jullie zo bij de achtercamera. Tot zo! Ik heb van de week een bureaustoel gekocht. Ik kan editen op deze bureaustoel. Hij is echt super chill. Ik vind hem super mooi. Hij was in de aanbieding. En we hadden nog een IKEA de waardebonkaart voor deze stoel. En er komt nog een keer een matje onder, maar die matjes zijn we vergeten. Dus, maar die komt er nog onder dat de vloer niet beschadigt. Dus ja, ik ben er heel blij mee. En hij past op mijn bureau en ik kan hem beter editen. Dus het is super mooi. Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video van mij. Nou, ik zit achter mijn bureau. En ik ga zo even live op Instagram. Dus dus dat ga ik ook even lekker doen. Ik heb net een video geüpload. Het is nu 10:04, 10 minuten geleden heb ik een video laten lanceren. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Het ging wel eens helemaal zoals gepland. Maar de reacties zijn tegenwoordig uitgeschakeld door YouTube. En dat vind ik best wel heel erg jammer dat YouTube dat wel iedere keer doet. Dat ze de reacties uitschakelen. Ik kan dat zelf instellen of ik dat wel of niet wil. Dus als jullie niet kunnen reageren, tag me even op Instagram. Tag me maar gewoon. Dat lijkt me wat handiger. En dan kan ik zelf zien welke video's er nou wel en niet gaan. Wel en niet welke reacties. En anders kunnen jullie me altijd op Instagram benaderen en vragen hoe maak je die video. Dus bij deze is het ook even wennen dat de reacties nu zijn uitgeschakeld door YouTube. Dan wil ik ook een dringend oproep doen op YouTube. Kan je niet voortaan, YouTube, kunnen jullie voortaan geen mail sturen voor als de reacties zijn uitgeschakeld. Dat zou ik veel handiger vinden. Dan weet ik dat ik de reacties niet in kan schakelen en dat Gmail een Gmail ervoor aan jullie willen doen. Dus zouden jullie dat alsjeblieft willen doen, dat de reacties zijn uitschakeld, dan weet ik dat gewoon. Dus, ik ga nu even live op Instagram. Het is 4:15. Mijn horloge loopt achter. Bij deze is het 4:15 nu. Dus ik ga nu live met de kijkers. Ik ga even chillen met de kijkers via via Instagram account. En bij deze laat ik jullie zo weten hoe ik live ga op Instagram. Dus tot zo meteen bij een stukje livestream video. Via mijn telefoon ga ik het doen. En dat ga ik gewoon even doen. Dus dat ga ik even regelen nu. Dus ik spreek jullie zo meteen weer na de livestream. Doei doei! Volg me allemaal op Insta. Nienke X-X-Privé. Toppie! Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ben net klaar met iemand op Instagram bellen. Het was Nienke. Het was super gezellig. En vanavond gaan we weer bellen. Ik ga nu even lekker douchen. Want ik moet om 17:30 weer eten. En lekker dopetjes. En dat soort geneuzel. Nu ga ik even lekker douchen. En even mijn bril gaan maken zo. Ik wil jullie zo nog even wat laten zien. Dus dat ga ik even doen. Ik zet nu even de douche aan. En dan ga ik even lekker douchen. En dan ga ik kijken wat ik vanavond nog kan doen. Misschien ga ik nog wel een stukje vloggen. Nu doe ik de douche aan. Ik ga niet douchen als ik aan het vloggen ben. Dus het is nu 4:15. En ik zet even de lichtjes aan van de Big Ben. Hallo Sven, de lichtjes gaan weer aan. Ga maar lekker zitten en zet een rustig muziekje op. Nou, dat ga ik ook even lekker doen. Een muziekje, douchen. En dan spreek ik jullie zo meteen weer. Hallo
Tot zometeen. Tot straks. Doei doei. Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje video. Nou, ik heb net even Meester van Vissen gekeken. Was superleuk. Ik werd er wel een beetje druk van. Maar dat zijn ook dingen waar ik leren moet mee om moet gaan. Ik ga zo meteen even lekker naar de winkel toe. Even gewoon dingetjes leuk kopen. Ik ga niks kopen, maar iemand wil naar de winkel. Iemand moet ook nog even wat anders hebben voor dingen, zeg maar. Ik ga zo meteen even langs de receptie even wat drinken. En ja, dat is het nou eenmaal. Ik ben vandaag ook nog live geweest op Instagram. Super chill. Ik vond het een super leuke dag. Ik heb super veel dingen gedaan. En super leuke, ja, gewoon goede dingen gedaan. En het gaat steeds beter met mij. Dus ja, dat gaat heel goed. En misschien ga ik vanavond nog wel een maskertje doen. Maar dan moet ik maar even kijken. En nog even editen, dat moet ook gebeuren, want deze video die komt morgen. Het is vandaag zondag en morgen is het maandag, die komt morgen in première online. En ja, bij deze ga ik ook nog morgen een keer live op Instagram. Wordt ook echt superleuk en ik ga nog wel leuke dingen tegemoet. Morgen naar Vossenveld, super veel zin in. Mijn verjaardag komt eraan, super veel zin in. En ja, het gaat gewoon heel snel. En ja, ik ga straks nog even lekker een pittenzakje opwarmen. Ik ga een beetje op tijd naar bed vanavond. Of eigenlijk eerst even editen en dan naar bed. Want ik ga zo vroeg mogelijk editen. En daarna ga ik lekker slapen en naar bed. Echt, ik ben ook wel moe een beetje. Maar goed, dat is de periode en het weer en de temperatuur. Dus ja. En ik heb een superleuk weekend gehad. Ik heb van allerlei dingen gedaan. Echt super. Nu ga ik even ergens naartoe. Volgens mij gaan we zo naar de winkel. Dus ja. Ik ga niks kopen. Dat had ik al gezegd. Vossenveld heb ik al gezegd. En ja. Het gaat gewoon allemaal. Het gaat gewoon allemaal goed komen. En dan straks even lekker editen. En dan kan ik mijn avond weer lekker beginnen. Misschien nog zelfs wel een maskertje. Maar dat is even of het zeker is. Ja. Dus ja. Hey, mochten jullie weten wat dat witte ding achter is wat op mijn plafond hangt. Dat is een brandmelder. Maar goed, daar stoor ik me nergens aan. Dus dan weten jullie dat alvast. Dat een brandmelder is. Maar goed. Ik ga nu weer stoppen. Ik spreek jullie zo meteen weer. Bij een stukje video. En ik ga hem zo meteen lekker editen. Super chill. Die top edge waren ook lekker. Ik spreek jullie straks. Doei doei! Hallo allemaal. Ik wil er nog één ding erbij toevoegen. En dat is een mededeling. Dat er soms. Dat er ik soms een. Ik heb niet echt vaste uploaddagen. Het zijn gewoon normale dagen. Bijvoorbeeld, ik upload altijd op de woensdag. En de zondag, twee keer per week, kan soms ook een video op een ander moment online komen. Ik ga de uploaddagen woensdag en zondag niet vasthouden. Er kan soms ook een video niet komen een week, soms een video wel. En ik maak niet echt een vaste uploaddagen. Het hangt er vanaf wanneer er een keer een video online komt. Tenzij ik heel veel tijd heb, kan ik veel vloggen. Tenzij ik niet heel veel tijd heb, kan ik niet vloggen. Maar ik wil daar wel even zeggen daarbij dat er niet echt vaste uploaddagen zijn voor het komende jaar. Er kan soms ook maandag een video online komen. Op andere dagen kan dat, op alle dagen van de week. Maar heb daar begrip voor dat niet elke keer op woensdag en op zondag een video online komt. Misschien zelfs een keer twee, misschien zelfs een keer één. Maar, dus dat wil ik jullie even gelijk mededelen. En daarbij wil ik ook even tegen jullie zeggen dat ik het ook fijn vind om tegen jullie te gaan vloggen. En ja, het is hartstikke fijn. Ik heb wel misschien wel binnenkort weer wat meer werkdagen. Maar het zullen we dan wel even zien. Werkdagen van
die dagen wanneer ik een video heb geloden. Het kan ook alleen in het weekend een keer zijn dat er een video online komt, maar dat zien we dan allemaal wel weer. Dus bij deze is het ook niet vast de uploadtijden. Dus dat wou ik even tegen jullie zeggen. Wat ik nog meer wil zeggen, dat ik het ook heel leuk vind dat jullie gezellig naar mijn vlogs kijken en mijn dingen doen. Dus het is allemaal hartstikke leuk. En dat is de mededeling. Maar tot straks weer. Doei doei! Ja, hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje wandelvideo van mij. Nou, het is ondertussen al 6:55 s'avonds. En ik ga zo meteen even naar de winkel toe. Ik ben ook best wel moe en ook wel een beetje zagrijnig geworden. Maar goed, dat zijn wel privé dingen. Ik ga bij deze de video afsluiten. Of eigenlijk wel een gedeelte van de avond afsluiten. Het is niet echt 20 minuten geworden. Ik wou het even proberen. Maar ik heb vanavond nog best wel wat dingen te doen. Dus bij deze heb ik nog 5 minuten over van deze video. Maar goed, omdat ik nu zo meteen wegga en niet de hele avond wil gaan editen, sluit ik ook bij deze de video af. Maar ik vlog weer een andere keer weer verder. Het was een leuke probeersel. Maar goed, ik ben ook wel moe en ik moet nog dingetjes doen vanavond. Vonden jullie deze video leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet onder ook geen reactie achter te laten als de reacties ingeschakeld zijn. En anders moet je me taggen in een DM via Instagram. Vergeet me niet te volgen op alle social media kanalen. En bij deze wil ik ook gelijk de video afsluiten. Ik spreek jullie de volgende keer bij een gloednieuwe vlog van de Big Swan Vlogger. Ik wil jullie nog één vragen. Moet ik nog een merchandise laten maken? Ja of nee? Laat het me even weten. Zou ik super fijn vinden. En als ik nog een merchandise moet maken, laat het alsjeblieft weten. En dan ga ik ervoor zorgen dat ik een keer weer een merchandise maak. Dus bij deze is ook de avond voorbij voor mij. Dus ik spreek jullie de volgende keer bij een gloednieuwe vlog van de Big Swan Vlogger. Tot de volgende keer. Doei doei!